Komende sneeuw gaat in de Martinitskerk in Snits een nieuwe compositie van Dirk Dekker in première. Een boeddhistisch oratorium. Ja, wat mag je je daar nou weer voorstellen? Dekker die wint het in Hislam en ik maak een afspraak voor hem. Als je mijn muziek bij een diner gaat draaien, dan zeg ik, Gert, kan die vervelende muziek niet uit. Ik kan niet eens een gesprek voeren. Nou, dat vind ik, lijkt mij prima, want mijn muziek is helemaal niet bedoeld om een gesprek doorheen te voeren. Maar aandachtig naar te luisteren. Dirk Dekker is componist van Joerdaiske klassieke muziek. Net van gezellige deuntjes voorbij een barbecuefeestje, maar terugwerken klankcombinaties die diep uit hemzelf zou komen. En dan helpt het wennen op een romte. Hislam bij Glieks. Ja, om die rust te hebben, want componeren en muzikant zijn is in zoverre een asociaal beroep. Je maakt zelf lekker veel lawaai, maar je wil dat anderen hun kop dicht houden. Hij schreef oorlier aan een boeddhistisch oratorium. Een mooie, maar ik ingewikkelde klus die er hem zelf stelt hier. Maar het heet ik wat sneus. Want erehagen en toezende mensen op de banken applaudisserend zult zijn deel net wezen. Dat weet er uit ondervinding. Weet je welke soort u het viert? Nou, je moet het eigenlijk voornamelijk zelf organiseren. En een enkele keer, ja, je krijgt wel eens een opdracht. Maar om nou te zeggen dat ik de aanlopende band gespeeld word, nou nee hoor. Het is echt je eigen projectjes organiseren. Maar is dat dan net ontmoedigend? Ik vind componeren toch... kunstenaar zijn sowieso. Ik bedoel, als mensen zeggen, goh, wat zal ik nou eens gaan doen? Wat moet ik nou weer eens schrijven? Dan kan je beter meteen ophouden. Want dan stelt het helemaal niks voor. Het is gewoon een soort van... je moet dat. Het is een ei wat je kwijt moet. Zo, dat is eigenlijk de basishouding van een kunstenaar. En hoe leuk andere mensen dat vinden, dat is bijzaak in feite. Het is wel handig als anderen het leuk vinden, want dan... Dat genereert aandacht en geld. En dan kan je meer dingen doen. Zo moet je het eigenlijk zien. Maar ja, voor je ego of voor je gevoel van eigenwaarde... dat helemaal ontkennen is natuurlijk ook onzin. Maar ja, je hebt ook mensen die helemaal niks kunnen... en die wel beroemde Nederlanders zijn. En die moeten het vooral van dat hebben. Nou, ik ben van een ander soort wat dat betreft. Ja. En met mij vele anderen hoor. Klopt het? 4-16 wijt helemaal niks. Nee, hij zit er maar op die 16 te wachten. Dekker neemt hem zelf geen boeddhist, maar sympathiseert wel mooi de leer. In die zin dat het hem helpt dingen te relativeren. Als nog net te volle van de dingen verwacht is, dan kan het ik neer oorvallen. En oordeel net te volle, maar neem de dingen zat ze binnen. Ik kan wel een oordeel over mezelf hebben, maar of ik dat nou zo goed zie allemaal van mezelf. Dus ik kan me beter vertrouwen op wie ik ben. En maar gewoon zijn en doen. Ja, dat lijkt heel abstract, maar het is, voor mij is dat heel verregaand. Ja. En dat komt wel weg uit het boeddhisme, dit. Ja. En helpt die gedachte bij het componeren? Kun je dan... Ja, want het, hoe vaak je niet te horen krijgt bij componeren van... Ja, maar wat betekent deze muziek nu eigenlijk? En wat heeft de mensheid daar nu aan... Je maakt deze muziek ondergaan, stil en ondachtig naar luisteren. En dan hoop je dat er wat meditatiefs op gang komt. Net vreemd dus dat de belangstelling benamen uit de hoeken van de yogaclubs en zen-boeddhistische meditatie komt. Kijk, ik wou natuurlijk een avondvullend stuk van maken. Dat wil zeggen, je moet... Zoals met die opera heb ik een stuk van 2 uur en 3 kwartier geschreven. Nou ja, dan snij je dus in je eigen vingers. Want dan denk je van, jeetje, als publiek is het nu nog niet afgelopen. Dus je weet al
Een uur is prima, 5 kwartier is oké, maar 1,5 uur wordt gevaarlijk. Dat soort dingen weet je gewoon. Het is allemaal mijn topniveau in ieder geval. En dat is wat dat voor niveau is, dat zoek je zelf maar uit. Het stik wordt 3 keer uitviert, in Snits, Grijs en Dimter. Wat er mooi met kort 300 man komen, is een soort. Ja, dat is al jammer, want ik had eigenlijk nog een hele tournee in het Westen willen maken. Maar het Fonds van de Podiumkunsten vond dat niet nodig. Want daar moest natuurlijk al wat geld voor bij komen. Ja. Want het kost wel een paar centen zo'n productie. Er doen 30 mensen aan mee. En ja, maar verdwijnt het dan weer in de kast ergens? Of op een harde schijf tegenwoordig? In de kosmos. Maar net erg. Nee. Het heeft, als de boeddhisten een mooi kunstwerk maken met zand bijvoorbeeld, heb ik wel eens gezien. En dan maken ze prachtige figuren en tekeningen. En als het dan af is, dan nemen ze grote bezem en vegen ze het zo weg. Hij schreeuwt nog gauw even het internetadres van mij op. Voor 15 euro kennen je erin. Maar dan moet je je vol aanmelden via www.hetnijeensemble.info. En het er net op aankomen litten, want bij de door kost het 22 euro intree. En nu komt er weer een nieuw project. Ja. Nou, ik heb bedacht. In 2018 is het Friesland culturele hoofdstad van Europa. Maar dat wordt Friesland natuurlijk helemaal niet. Bovendien bestaat Europa dan niet meer. Maar tot troost zal ik dan een opera schrijven over Isaac Newton. En nou, daar heb ik dan nog 6 jaar voor om daarover na te puzzelen.